Onze heilige vader. Paus Franciscus zei dat homoseksualiteit geen misdaad was, maar wel een zonde. Wij vernamen dat de bewoording van onze heilige vader redelijk verwarrend was voor sommige parochianen en daarom zal priester Mark nu voor enige duidelijkheid zorgen in het dankgebed. Het is dus niet verboden om u zoals de Griekse goden te vergrijpen aan uw noden, zolang dat u er achteraf maar voor gaat schamen. En dus vanaf nu spreken we met respect over de LGBTQ-gemeenschap, anders geaarde mietjes, nichten, chocos, potten, dykes, ridders van de bruine dreef en nog zoveel andere leuke namen. Als er homoseksueel zich beledigd voelen omdat ik in de tijd mijn botten heb geslagen, sorry, ik wist niet dat jullie naar de mis kwamen. Nu de pauze heeft gezegd dat het allemaal niet strafbaar is, heb ik op Google eens lesbiennes ingetikt en ik wist niet dat die scharen. Het is dus niet strafbaar als een man aan een andere man komt, maar ik wil voor een paar collega's nog even duidelijk stellen dat geldt niet voor kinderlichamen. En ga nu allen heen in vrede en heb respect voor iedereen. Het laatste woord is voor onze parochiemedewerkster Gerda. Alvidani springt is homofiel. Ja, dacht het.